Suriname is een stichting rijker. Vandaag vond in het Marriott Hotel de lancering plaats van stichting Wie Troes Ranang, oftewel de Stichting voor Nationale Eenheid, Waarden en Normen. Volgens voorzitter Dirk Currie heeft de organisatie besloten de stichting vandaag te lanceren omdat het de Internationale Dag van de Educatie is. Currie geeft verder aan wat het doel van de stichting is. Het doel is om nationale eenheid te bereiken met als fundering collectief gedragen en beleefde waarden en normen. We zijn met de gesprekken zijn begonnen in januari 2021. En de gesprekken gingen eigenlijk over leiderschap in Suriname, waarbij we een webinar zouden organiseren over leiderschap in Suriname. Met als achtergrond, we willen iets doen naar die samenleving toe. En in de discussie kwam aan de orde, oké, maar als je iemand op straat vraagt, ben je een leider? Dan zal de persoon misschien zeggen van nee, ik ben geen leider. Terwijl voor ons leiderschap bij ieder individu thuis hoort. Want iedereen moet de leider zijn van zijn eigen leven. En zo zijn we gekomen eigenlijk op de basiselementen van leiderschap. En dat is waarden en normen. En zo is het eigenlijk gegroeid om iets te doen op basis van waarden en normen. Want waarden en normen gelden natuurlijk ook in ieder gezin. En dus we willen ook beginnen bij de basis. Ja, van het stimuleren van met name de discussie over waarden en normen. De voorzitter zegt verder dat het belangrijk is dat mensen luisteren naar elkaar. Niet per se luisteren om antwoord te geven, maar luisteren om te begrijpen wat de ander zegt en bedoelt. Currie geeft aan wat de toegevoegde waarde is van de stichting voor de samenleving. Ik denk dat het best wel een belangrijke toegevoegde waarde is om bewust om te gaan met waarden en normen. We leven in een heel diverse samenleving. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen waarden en normenpatroon. Ja? Of je nou uit een gezin komt of een bepaalde bedrijfsorganisatie. Maar wanneer we praten over Suriname, is het van belang om met elkaar van gedachten te wisselen. Wat zijn voor ons als Surinamers, wat zijn de collectieve waarden en normen waar we voor kiezen, maar waar we ook bereid zijn ons aan te houden en elkaar erop aan te spreken wanneer iemand in de samenleving zich daar niet aan houdt. Maar het begint bij dat je gezamenlijk moet komen tot het besluit, dit zijn voor ons de collectieve waarden en normen in de samenleving. De missie van de stichting Wie Troes Ranang is het via dialoog verbinden van alle maatschappelijke groeperingen rond collectieve waarden en normen. Verder wil de stichting bouwen aan een platform voor verandering.